Hi, welkom bij Ipazoi. Er zou vandaag een video uitkomen waar ik de geroosterde spitskool met pompoenpuree zou gaan maken. Ik heb het gemaakt en ik had ook de hele video gemaakt. Maar ik heb iets heel stoms gedaan, waardoor ik het hele video naar de klote heb geholpen. Oh, ik baal zo gigantisch. Het was zoveel werk. Ik ben zo hard bezig geweest om het te maken en door één klein stom foutje, poef. Weg. Niet te herstellen. Ik ga je wel even proberen een beetje te laten zien wat ik gemaakt heb. Nou, dit is dus het probleem. Het glitcht. Dit is wat er over is van de video. En ik kan hem niet meer redden. Ik kan hem niet meer veranderen waardoor hij het wel gaat doen. Dus helaas geen dag 3. Oh my god, ik ben helemaal van de slag. Blech. Dag 3 overslaan. Oh, ik kan mezelf op mijn kop slaan. Oh, het leven van een editor gaat niet over roosjes. Dit is dus een hele korte video. Ik denk dat ik dan maar... Sorry, ik kan jullie niet het recept van dag 3 laten zien. Dus we gaan maar gewoon door naar dag 4. Oh, wat een ellende. Ik ben de hele dag aan het editen geweest. Ik ben bijna 2 uur bezig geweest om dat gerecht te maken. En dan maak ik het zo stuk. Oh, echt zo stom. Het was zo'n leuk filmpje geworden. Ik wilde het gewoon meteen vertellen. Dan zie je mijn frustratie. Sorry. Ik laat het er maar op houden. Ik heb er weer wat van geleerd. Oké, ik ga gauw door naar aflevering 4. Want anders dan ga ik huilen. Oké, doei. Tjing, Rudolfs kokosmes. Deze kun je sparen bij de Albert Heijn Lifestyle Coach app. Gratis, gratis joh. Gratis, gratis. Is toch niet normaal? Is niet normaal. Kijk. Sneeuwt. Het moet fucking lente wezen. Moet toch lente wezen? Nog niet? Nee. Oh, dan laat maar. Hoi, welkom bij Ipazoi. We gaan weer verder met dag 4. Het koolhydraat avondeten koken. En we gaan maken vandaag Mexicaans gevulde courgette avocado salade. We beginnen. Verwarm de oven voor. Bril. Heb ik alvast gedaan. Ik heb heel veel voorbereid. Snijd de courgette in de lengte door de midden. Schraap met een lepel de zaadlijst eruit en hou het apart. Leg de courgette helften met de snijkant naar boven op een met bak beklede bakplaat. Sprenkel de courgette met de helft van de olie en bestrooi het met peper. Bak de courgette 20 minuten in het midden van de oven. Dat is allemaal grappig, maar dat ding heeft geen zaden. Kijk, een paar dingetjes, maar om nou te zeggen dat dat nou echt de zaden zijn. Nou ja, ik zet het wel gewoon een beetje leeg. Ik neem aan dat het daarom gaat. Misschien moet ik een kleinere lepel pakken. Oké, voor mij hoort dit heel anders te gaan. Oké. Olie nodig. Een blubje hierin. Het ging een beetje veel, maar dat maakt niet uit. Die ga ik met het kastje toch een beetje spreiden. Dus die door de midden, uitschrapen, olie erop, dat heb ik gedaan. En dan mag ik 20 minuten in de oven. Timer op 20 minuten. Oké, 20 minuten. En we beginnen nu. Stap 2. Snij ondertussen de zaadlijst van de courgette fijn. Bam! Snipper de ui en snijd de tomaten in blokjes. Bam! Bam! Doe de bonen in een vergiet, spoel onder koudstromend water en laat uitlekken. Ah, wat een stinkert, hè? Er staat er 200 gram. Oké, nou, dan moet ik de helft ervan. Dus ik ben het inscheppen in mijn weegschaaltje. En dan is het opeens van, oké, maar het hele blikje zit in het kopje. En dan staat er eronder uitgelekt gewicht 125. Lekker hoor, kijk. Oh, yummy. Oeh, zwarte ranzigheid. Bam. Verhit de rest van de olie in een hapjespan en fruit. Er is weer zo'n rare skip in het midden zitten. Van de rode ui 3 minuten op hoog middel vuur. Voeg de zaadlijst inclusief het vocht en de helft van de tomaten en de bonen en de picadillo toe en bak het 5 minuten mee. Zet het vuur uit en roer de rest van de tomaten er doorheen. Breng het op smaak met peper en eventueel zout. Koekpan, olie in de pan. Jackie! Jackie wil snoepies! Jawel, hebben snoepies! Ja,
het gewoon wit buiten. Ik vind het niet leuk. De ui moet ik 3 minuten bakken. Timer op 3 minuten. Tweede timer voor 3 minuten. De tijd gaat nu in. Staat er dat ik de helft van de tomaten. Ik ga die timer van 3 minuten uitzetten. Oké, en dan mocht al dat binnenste van die courgette erbij. We hadden ook inclusief het water, maar er zit helemaal geen water in de courgette. Dus wat ik zeg, ik heb een beetje in mijn twijfel of dit dan een helemaal normale courgette was. De helft van de tomaten. Zo. De bonen, dat zijn deze twee. Zo. Oké, dit is toch veel te veel om zo meteen in die twee courgettes te moeten. Misschien wel, anders gooi je de rest gewoon lekker daarnaast. Dan kan ik altijd op z'n seconde beter. Hebben we deze. Dit is die Picadillo. Ik noem het gewoon Picadillo. Moet ik een klein beetje van. En er overheen. Zo, eroverheen doen. Roeren. Oh, kut, ik moest 5 minuten. Timer op 5 minuten. Tweede timer voor 5 minuten. De tijd gaat nu in. Shit, had ik niet peper nog over die courgette moeten gooien? Ja, ik had de peper overheen moeten gooien. Ah, wacht, we kunnen er nog iets. Oké, we hebben nog even snel kunnen fixen. Lekker bezig. Het ligt veel te hard. Kleine vuurtjes, peper en zout toch overheen. Oké. Deksel pakken. Ik denk dat het eerder klaar is dan de courgettes. Snij ondertussen de avocado's overlang door de midden. Verwijder de pit, schep het vruchtvlees met een lepel uit het schil en snijd in blokjes van 0,5 centimeter. Boen de limoen schoon, rasp de groene schil en pers de vrucht eruit. Meng de avocado met de rest van de rode ui en een eetlepel limoensap. En 4 personen, een theelepel rasp per 4 personen, breng op smaak met peper. Oké, ik had dus blijkbaar rode ui moeten bewaren, maar volgens mij stond dat er niet in. Oh, misschien staat dat hier weer, waar dat stukje wat ik net zei, toch? Er is een stukje weer uitgevallen, dat daar dus de helft had moeten staan. Handig, hè? Zo, handig. Dus, nou ja, dus geen verse ui. Maar stiekem ben ik daar wel blij om, want ik vind dat meestal toch veel te heftig. Dus, nou, dan gaan we het sausje doen. Snij ondertussen de avocado. Yes. Oh, wacht. Nee, we gaan terug. Wacht. Nee. Ah, kan niet. Dus wat moet ik hier nou nog mee doen? Deze mag in ieder geval uit. En dan de overige tomaat erop gooien. Nog even doorroeren. De deksel erop. Dan blijft het tenminste nog een beetje warm. Oké, dus avocado in stukjes. Bram. Boen de limoen. Dat is geboend. Ja. Nou, oké. Ik moet dus gewoon hier een klein beetje limoen overheen sprinkelen. Zo. Haal de courgette uit de oven en vul hem met de bonenmengsel. Serveer met de cotton cheese en de avocado salade. Avocado salade is niet helemaal hoe het had moeten, maar dat is hun schuld. Eeuw. Cotton cheese ziet er vies uit. Niet oordelen, eerst proeven. Oké. Oh, dit is ook echt heel bubbelig. Even kijken. Helemaal bubbelig. Oké. Zure kaas. Ja, nou ja, het zal wel. Het proeft een beetje als yoghurt. Maar dan met kleverige rare bobbeltjes dingen. Ik weet nou niet wat ik ervan vinden moet. Iets minder dan 5 minuutjes en dan kan ik lekker opscheppen. Ik moet wel zeggen, het ziet er wel feestelijk uit. Lekker is het handig, maar dan kun ik eten. Misschien moet ik ze heel iets langer doen, want ik had natuurlijk de deur net open gedaan dat ik ze nog vergeten was de paper. Ik wil paprika doen. Omdat ik vergeten was de peper erop te doen. Dus dat die misschien niet helemaal nog goed is. Dus ik kijk eerst om het even met mijn vork erin prikken of die zacht is. Ik heb geen zin in een harde courgette te eten. Ja, mijn auto is wit. Ik wil dat de zon komt. Ik wil dat de lente begint. Ik heb geen zin meer in deze ellende. Ik vind het veel te koud. Ik vind het niks aan. Voor mij ben ik nog op tijd ook met eten. Yay! Ik ben een keertje niet te laat. Voor mij de afgelopen 3 dagen. Voor mij heb ik echt elke keer, was ik gewoon te laat, klaar. Was ik echt zwaar over 6 uur pas klaar met koken. 3, op je. Oeh, nog 50 seconden. Kom al. We gaan eerst even testen of hij niet te hard is van binnen. Het zou een beetje jammer zijn. Oh, hij is hartstikke zacht. Moest ze sudderen. Moest ze sudderen. Dus 1. Nummer 2. Oven lekker openstaan. Dan kan die warmte het huis in. Schelpje stoken. En gezien dat het sneeuwt is dat toch best wel lekker. Oh, het is nog warm. Kijk, de stoom komt er vanaf. Zo jammer, hè. Andere koksel zie je doen.
alles perfect en alles netjes. Maar nee, bij mij ligt alles goed in mijn huis. Ik dacht dat het misschien veel te veel zou zijn, maar... Ja, oké, het is wel eigenlijk niet. Ik wil het goed praten, maar dat is misschien mijn maag die zegt van... Ik heb honger. We gaan de laatste dingetjes erop doen. Dat is de cotton cheese moet erop. Ik vind het totaal niet lekker uitzien, de cotton cheese, maar oké. Oké, die avocado is misschien een beetje veel, maar weet je, kan ik er altijd nog afhalen. Zo, nou, ja. Kun jij eerst kijken aan die kant, aan mijn hoofd. Zo kijken. Dat is toch een feestelijk bord geworden, zo vind ik. Nou, ik ben super benieuwd. Echt giga honger. Ik neem aan dat je een puntje niet kan eten. Dus ik ga even weg en nog even zo. Alles zit erop. Cotton cheese en courgette en een hele reutemeteut. Nou, dan gaat hij hier. Wow, dit is wel een hele grote hap. Nou ja, we gaan gewoon door. Ja, lekker. Oh, dit is lekker. Oh, dit is lekker. Nee, ik vind dit lekker. Yay! Oh, ik was zo bang dat ik weer fiets zou eten vandaag. Oeh, lekker. Er zit een beetje pittig in. Maar dat is niet te pittig. Maar niet te pittig gelukkig. Dit is gewoon hartstikke lekker. Dit is, hier ben ik heel blij mee. En ik denk dat je, als je wat je ook nog zou kunnen doen, is dan een beetje van die vegan nepgehakte doorheen. Of echte gehakt, dat is net een beetje wil. Ik denk dat het nog lekkerder wordt. Maar zo vind ik hem al heel erg lekker. Ja, lekker ook gewoon dat, ik had ook niet verwacht dat die cotton cheese er lekker op zou zijn. Dat echt zoiets van, wat kom jij nou weer doen? Oh wacht, ik ga nog een hapje eten. Yes! Dit is lekker! Oh, dit is echt lekker! Die bonen en die courgette en de kaas hier. Het is echt, het vult elkaar heel erg goed aan. Dit is lekker! Hè? Dat was al het werk wel waard. Die andere paar gerechten had ik echt zoiets van... Oh, wat een moeite voor helemaal niks lekkers te eten. Vervolgens heb ik echt meestal gewoon ook nog gewoon weggegooid omdat ik het niet wegkreeg gewoon. Maar nee, dit is echt... ik vind dit echt lekker. Dus ik ga het lekker snel opeten, want anders koelt het te snel af. Ik zie jou volgende week, maar ik ga morgen koken. Dus ik zie jou volgende week. Nou, like, subscribe en laat een leuke comment down below. En ik zie je later. Oké, okay, bye. Ciao. Hou je dus niet? Doe je ook even mee? Bye. Bye.